Ja, dat geeft natuurlijk de opening dat er verder nagedacht, verder gegaan wordt in het nadenken over oudere mensen. Ik heb op een gegeven moment in mijn carrière gegild, ik heb in film of op televisie nog nooit iemand, een vrouw van mijn leeftijd gespeeld die werkt. Die een maatschappelijke dragende functie heeft. Omdat er heel lang gedacht werd door regisseurs en scenaristen, als die een oudere vrouw uittekenden, dan dachten ze aan hun grootmoeder. Dan dachten ze zo aan de periode van de Tweede Wereldoorlog. En dan denk ik, de tijden zijn wel enigszins veranderd. Dus er is, oudere mensen zijn actiever, gaan meer dingen ondernemen, zijn sociaal begaan. Er zijn heel veel hulpverleners die bij de oudere mensen zitten. Dus dat is een verandering in de maatschappij waar de film en waar de scenaristen nu stilletjes aan gebruik van maken, waardoor natuurlijk ook een ouder publiek zich meer aangesproken voelt. Hè, dus het verhaal van Achter de Wolken, dan denk je, mensen kunnen ook nog verliefd worden op een oudere leeftijd. Dat is een... Dat is een gegeven wat tevoren, enkele jaren terug. En dan denk ik aan het werk van Lieven de Brouwer, die onterecht na Confituur zo'n vreselijke kritiek heeft moeten slikken, dat hij maar eens moest ophouden met dat oude mensengedoe. En dat ik denk dat... dat is een ontwikkeling. En soms ben je voor de tijd en soms ben je echt op de tijdgeest. En soms kan je voortbouwen op hetgene dat andere mensen voor je gedaan hebben. Wat ik ook altijd geef aan mijn studenten. Kijk naar film. Ik heb altijd een hele hoop klassiekers bij me als ik lesgeef. Om te zeggen, dat moet je gezien hebben. Je moet weten. Ik sprak gisteren nog een jonge man die totaal geen idee had wie Rainer Werner Fassbinder was. Die, als ik zei Apocalypse Now, die uit de lucht kwam vallen. Wat is dat dan? En dan denk ik, dat is een... dat zou iets meer aan de grote aandacht moeten komen. Visconti. Het is toch ongelooflijk dat mensen dat niet meer weten. Maar ja, dat zal dan wel een beetje de schoolfrik in mij zijn die probeert omdat ik het zo'n fantastisch medium vind. Ik heb altijd zo van film gehouden. En je kan daar ook als beginnend acteur veel van opsteken. Om acteurs te bekijken en te analyseren. Hoe doen ze het? Waarom zijn sommige dingen ontroeren ze je? En andere dingen laten je koud? Wat is dat dan? En dat is gewoon een kwestie van een analyse. En dat daar willen achterkomen. En wat maakt sommige acteurs groot en andere goed? Dat is het geheim. Je moet ten eerste de camera al van je houden. En dat heeft niks met schoonheid te maken. Dat heeft met charisma te maken. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.